Het tegenvraag is zoete onschuld. En stoer. En stoer. Dus er kan gewoon maar één iemand zijn. Deze slagroomtaart hier naast me. Ja, het is wel inderdaad een soort van taart, ja. Ja. Het stoere vind je hier nog niet in terug, nee. Maar... Nou, die body's wel. Maar Britt dacht dat het was. Een huidskleurige, vleeskleurige body. Ja, als ik in mijn eentje was, had ik het niet gedaan. Maar ik dacht, oké, als Chantal dit nu doet... Ze trekt hem aan. Op haar eerste werkdag, dan ga ik niet dit moment... Nee, dat was momenten... die achterblijven. Ze zei, oh, er komt een jurk overheen. Gelukkig. Ja. Ja, nee, ze hadden inderdaad een plaatje met allemaal stickers wat ik op mijn hoofd moest. En toen op een gegeven moment hadden ze één sticker gaan. Het begon te branden, niet. Te jeuken. Maar je durfde zo gewoon team niet echt wat te zeggen. Dus op een gegeven moment zeg je, is het wel goed. We hebben bijna Britt in de fik gestoken. Het voelt wel als brand. Ja. Oh, nee. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Oh, Edwin Oudshoorn. Nee, ik hoop niet dat dit van een bekende... Ja. Waar ik het allemaal ooit gedaan heb. In de paardenstal? Nou, nee, het hooi, dat jeukt, joh. Hooi en zand ben ik niet zo van, nee. Nee, ik ook niet. Nee, een rare plek. Nee, Max en ik houden het even normaal. Ja. Nou, moet nog gebeuren. Ja, moet nog... Iets met een lolly. Ze mag hem straks mee naar huis nemen, dus wie weet. Stop.